allemaal, dit is Kast 2001 met een nieuwe video. Daar gaan we met z'n draaien, daar mag scrollen! Jawel, mag scrollen, pak het rood, wit en blauw! Hallo allemaal! Kast 2001 met een nieuwe video, een nieuw concept op mijn kanaal. We kijken vandaag mee bij Frank van der Broek en dat doen we voor de rest van het seizoen van 2019. Hij rijdt dit jaar bij AW Groep Swabo Cycling Team. We gaan dus kijken hoe hij het dit seizoen gaat doen op mijn kanaal. Frank heeft de GoPro's meegenomen naar de trainingskoers van het Lo in Zwolle. En we kijken vandaag dus onder zijn stuur mee naar deze wedstrijd van zo'n 100 kilometer. Er staat weinig wind vandaag, maar dat weerhoudt de renners er niet van om veelvuldig in de aanval te gaan. En ook Frank van der Broek is vaak voorin te vinden in het begin van de koers. Bemoeit zich er dus goed mee en ziet dan tijdens deze premiesprint zijn kans om weg te rijden van het peloton. Frank rijdt dan weg met één andere renner, die overigens ook nog eens alle punten pakt in de premieronde. En dan zijn er hulptroepen op komst. Hier zie je Edward Jansen en even later volgt Aaron Bosman. Een mooie groep ontstaat er dan van zo'n 6 renners die uiteindelijk nog lang vooruit zullen blijven. Uiteindelijk worden deze 6 renners dan toch weer teruggepakt. En dan besluit Koen Onderwater een demarrage op poten te zetten. Hij krijgt de renner van WPGA mee in zijn wiel. En dan besluit Aaron Bosman voor de tweede keer vandaag ook weg te rijden. Swabo houdt de benen stil en dus kunnen deze mannen een mooie voorsprong opbouwen. De kopgroep rijdt nog steeds vooruit, maar dan krijgen we een fase waarin Piet enorm hard op
kop aan het sleuren is. En zo is er dus binnen de kortste keren sprake van een hergroepering. En krijgen we een compleet nieuwe kopgroep. Met daarin vier renners van Swabo. Koen Onderwater, Aaron Bosman. Nog een keer Breakaway Bosman. Kunnen we hem inmiddels wel gaan noemen. Ook nog Jorik Heijn daarbij. En Frank van der Broek. En zij nemen het op tegen twee sterke renners van het Beat Cycling Team. Dat zijn Luc Buchter en Martijn Budding. Er wordt nog steeds een strak tempo gereden door onze 9 leiders. En dus wordt de voorsprong uitgebreid tot 1 minuut 15. Maar dan moet Koen Onderwater ineens lossen. En besluit de Swabo in het peloton toch maar het tempo te gaan opschroeven. Onder andere ook met die twee mannen van Beat voorop rijden natuurlijk. Dan gaan we nu naar de finale. Rijden we inmiddels op anderhalve ronde van de finish. Nog zo'n 6 kilometer te gaan als Aaron Bosman inmiddels is weggereden. Probeert een renner hier te counteren. En dan is het Frank van der Broek die dan daar weer achteraan gaat. De drie zijn samen en Frank beslist dan om volle bak door te trekken. Eens kijken wie de voorouder allemaal met zich meekrijgt. Frank wordt ingelopen door een renner van Beat, maar hij kan helaas niet aanpikken. En dus zijn het nu de mannen van Beat die uiteindelijk de leiding in de koers overnemen. Hier is dan Jorik Heijn, die gaat er volle bak achteraan en probeert dat gat te dichten. Frank zit helemaal kapot, maar heeft hier het geluk dat het een beetje stilvalt voorin. Dus kan de voorhouder gewoon weer aansluiten bij de kop van de wedstrijd. Nog eens een aanval van Aaron Bosman. Die lijkt er vandaag maar geen genoeg van te krijgen. Stan Hoek is het onder andere, die probeert het wiel op te zoeken. En Frank pakt dan weer het wiel van de man van de driehoek. En als het even stilvalt, besluit hij dan erop en erover te gaan. Is dit dan de winnende aanval? Gaat Frank hier op weg naar een hele mooie overwinning op het low? Nee, helaas, want als hij hier achter zich omkijkt, ziet hij het peloton al aankomen. Een man van Beat probeert het nog met wederom Aaron Bosman in het wiel. Maar het is allemaal te vergeefs. Iedereen wordt ingelopen en we gaan dus op naar een massasprint. Het enige wat Frank nu nog kan doen is een zo goed mogelijke leadout geven voor Tom Wijfje, de sprinter van het Swabo Cycling Team. Hier rijdt de voorhouder nog eens naar voren via de linkerkant van de weg. Zet zich dan op kop van het peloton en smijt dan zijn laatste krachtsinspanning er nog eens uit. Of het genoeg gaat zijn voor Tom Wijfje in de overwinning, dat is helaas niet het geval. Hij wordt zesde. De overwinning gaat naar Beat. Ze worden 1 en 2. Martijn Budding pakt de overwinning en Nahom de Zale wordt tweede. De derde plek gaat naar Wilbert Broekhuizen. Dat was hem alweer. Deze video over de trainingswedstrijd op het low zit er helaas alweer op. Krijg je hier nou geen genoeg van? Wees dan absoluut niet getreurd, want op 2 maart rijdt Frank een wedstrijd in Groningen, de Ronde van Groningen. Vorig jaar werd het een heus spektakel en reden er slechts 19 renners uit. We gaan kijken hoe dat dit jaar gaat. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik bedank Frank voor het afzien en dus de leuke beelden. En graag tot de volgende keer. Joejoe!